we zijn weer terug. Dit keer een filmpje rond meetzoekercamera's. En dan wel heel specifiek waarom meetzoekercamera's zo geschikt zijn voor straatfotografie. Dus er komen twee onderwerpen aan bod. Aan de ene kant de meetzoekercamera, wat een type fototoestel is. Aan de andere kant de straatfotografie. Nu, wat is een meetzoekercamera? Eigenlijk, een meetzoekercamera, als je rondkijkt naar de professionele camera's die beschikbaar zijn, dan spreek je meestal over spiegelreflexcamera's, waarbij dan spiegelreflexcamera's gebruik maken van een spiegel om het licht af te breken dat door de lens komt richting de zoeker. En daarnaast heb je zoekercamera's, waarbij dat je naast de lens waar het licht door komt voor de foto een aparte zoeker hebt met een aparte lens, waar dus eigenlijk een ander licht doorheen valt. Nu, de zoekercamera, je hebt dan de meetzoekercamera specifiek aan de meetzoekercamera. Eigenlijk, als we het over zoekercamera's hebben, alle compactcamera's van vroeger die analoog waren, die waren eigenlijk ook allemaal zoekercamera's. Om de eenvoudige reden dat het veel eenvoudiger en veel compacter te produceren is dan een spiegelreflexcamera. En toen hadden we nog geen digitale schermen achteraan, dus dan konden we alleen via een zoeker onze shots, onze foto's gaan uitlijnen. Nu, de meetzoeker is een voorbeeld van de meetzoeker. Ik heb hier een analoge meetzoeker bij de hand, een Canonet 28 geloof ik. Die 28 sluit gewoon op het type lens. En je ziet dus aan de ene kant de lens met een sluiter. Als je afdrukt, wordt de film belicht. Maar je hebt ook nog een aparte lens voor de zoeker, hier dus. En als je door de zoeker kijkt, dan kijk je niet zoals bij een spiegelreflex via verschillende spiegeltjes dwars door de lens, maar dan kijk je afzonderlijk door de zoeker. Nu, als je het grote nadeel van een meetzoekercamera is als je een foto neemt van iets wat eigenlijk zich vlakbij bevindt, dan is het beeld wat door die zoeker te zien is niet 100% gelijk aan het beeld wat door de lens te zien is. Dus dan krijg je, dat heet het parallax effect, dan krijg je eigenlijk een verkeerd en vertekend beeld. Dus meetzoekercamera's zijn minder geschikt voor macrofotografie. Maar juist omdat je door die lens kijkt, dat je niet door die lens kijkt, maar door een aparte zoeker. En dus ook, eigenlijk je hebt dan in dat zoekerbeeld, heb je typisch ook nog, als we kijken naar de Leica-camera's bijvoorbeeld, het icoon van de meetzoekercamera's, dan heb je een zoekerbeeld. Maar in dat zoekerbeeld heb je nog een uitsnede wat eigenlijk overeenkomt met wat echt op de foto terechtkomt. Dus dat betekent dat je continu, als je door de zoeker kijkt, zie je continu meer dan dat er uiteindelijk op je foto terechtkomt. Terwijl dat bij een spiegelreflex zie je alleen maar wat er effectief op de foto terechtkomt. En bij sommige spiegelreflexcamera's met een zoeker die geen 100% dekking heeft, zie je zelf net iets minder dan wat er op je foto terechtkomt. Dus je ziet meer, dus dat betekent, dat is super interessant voor straatfotografie, want het betekent dat als je rondloopt en je zit door de zoeker te kijken, dan kan je eigenlijk, ondanks dat je door de zoeker kijkt, toch dingen in en uit je beeld zien bewegen die eigenlijk nog niet op de foto vastgelegd zijn. Ik sprak daarnet ook van continu, daarmee bedoel ik, als je afdrukt, dan gaat die sluiter hier in die lens wel open en dicht gaan. Maar je zoeker blijft continu, omdat je door een andere lens kijkt, die continu open blijft, blijf je continu zicht hebben door je zoeker. Dus dat betekent dat je, terwijl je afdrukt, beeld blijft hebben. En als je afdrukt en er gebeurt iets anders, dan heb je dat gezien, dan kan je heel snel daarop reageren. Ook zeer interessant voor straatfotografie. Terwijl met een spiegelreflex typisch, als je afdrukt, dan klapt de spiegel op om de foto te maken, om het licht door te laten naar je negatief, of naar je sensor. Dus dat betekent dat in het moment wat je fotografeert, heb je in een spiegelreflexcamera, als je door de zoeker aan het kijken bent, met één oog en de andere oog dicht, dat eigenlijk het beeld wat je gemaakt hebt, eigenlijk nooit gezien hebt. Juist omdat die spiegel op dat moment opgeklapt was. Terwijl hier zie je het moment dat je afdrukt ook. Dus eigenlijk, als we het hebben over straatfotografie en waarom meetzoekercamera's zo geschikt zijn voor straatfotografie, dan is er één grote belangrijke reden dat je meer ziet door de zoeker. Juist omdat de zoeker een aparte lens is, kan je continu blijven zien en kan je ook veel meer zien dan dat er uiteindelijk op je foto. Je ziet eigenlijk buiten de rand van je foto's. Zo, dus de Canonet is een zeer leuke optie, zeer goedkoop voor je beginnen met straatfotografie met een meetzoekercamera. Ik heb hier voor iets van 15 euro betaald. Je laat een film, kost u minder dan 5 euro, ontwikkeling kost u 3 euro of iets in die zin. Dus een heel goedkope manier om te starten
een meetzoekerkamer. Die zijn ook geruisloos. Eigenlijk is er naast Canon, heb je ook van Nikon een aantal oudere meetzoekercamera's die ook betaalbaar zijn. Je hebt ook van Minolta een aantal modellen. Die zijn omwille van hun leeftijd, en zolang dat ze niet zeldzaam zijn, zijn die zeer goed betaalbaar. Nu, dat waren vroeger massaproducten, dus veel van die camera's zijn nu heel betaalbaar. De minder betaalbaar zijn de Leica-camera's. Dus als je een nieuwe Leica-camera wilt kopen, een meetzoeker, moet je rekenen van iets vanaf 4000 euro. Tweedehands zal je ook nog zelf voor analoge bodies, zoals M6, M7 en dergelijke meer, zal je rond 1000 euro iets betalen. Je hebt ook Voigtlander, die is iets goedkoper dan Leica, maar je betaalt nog altijd voor een nieuwe camera, een body, analoog, iets van rond de 2.000-3.000 euro. Maar Fujifilm heeft een heel interessante optie voor wie het gevoel of het idee wil hebben van met een meetzoekercamera op stap te zijn. En dat is de X-Pro serie. Dus de X-Pro 1 heb ik hier in de hand. Je hebt ook de X-Pro 2. De X-Pro 2 is de opvolger van deze. Deze is niet meer in productie voor zover ik weet. Je kan ze hier en daar nog wel vinden. Ik heb die zelf, als de X-Pro 2 nog net niet aangekondigd was, was deze nog ruimschoots beschikbaar. Heb ik die aangekocht voor iets van rond de 800 euro, iets minder dan 800 euro, met twee kitlenzen bij, dus de 27 en de 18 mm is het denk ik. Een groothoek en een 27 mm is een crop sensor, dus de 27 mm komt ongeveer overeen met een standaard formaat, terwijl de 18 mm met een groothoek formaat overeenkomt. Nu, wat is er hier speciaal aan? Je hebt dus een analoge zoeker hierin gebouwd. Die werkt gelijk als andere zoekercamera's. En alleen als je door de zoeker kijkt, de analoge zoeker, dan krijg je ook digitale informatie erbij. Dan kun je door je zoekerbeeld zien waar je bij analoge Leica's en dergelijke meer de framelines noemen ze. Dat zijn de randen van je foto, van je uiteindelijke beeld. Hier krijg je die informatie digitaal op te zien. Ook informatie rond je sluitertijd en dergelijke meer komt hier digitaal over het analoge zoekerbeeld. Nu, je hebt ook nog als extra, het is een hybride zoeker, dus dat betekent als ik hier deze switch gebruik, dan kan ik wisselen tussen de analoge zoeker zoals we die bij rangefinders, bij meetzoekercamera's zouden vinden. Kan ik switchen naar een EVF, oftewel een electronic viewfinder die overeenkomt met viewfinders zoals bijvoorbeeld van de Sony Alpha reeks en dergelijke meer. Dus dan krijg je een zoekerbeeld dat volledig digitaal is. Dan krijg je niet meer een bredere uitsnede. Dan krijg je echt enkel te zien wat er op de foto terecht komt. Maar je kan gewoon wisselen tussen de twee. Dus in het geval dat je iets van heel dichtbij wilt fotograferen, of je wilt de scherpte diepte echt kunnen zien, of je hebt een andere reden om niet via het meetzoekerprincipe te willen werken, dan kan je altijd alsnog door de zoeker kijken, maar dan een elektronische zoeker door gewoon de switch hier te wisselen. Je hebt ook een display op deze camera. Ik kan ook gebruiken als elke andere digitale camera via een display. Voor de rest is deze camera ook heel geschikt voor wie manueel wil werken. In die zin dat je je sluitertijd manueel kunt kiezen, je belichtingscorrectie kunt invoeren. En op een aantal lenzen kun je ook diafragma via een diafragmaring instellen. Bij deze compacte lens nu niet. En je hebt een focusring. Nu, bij deze lens is de focus wel nog altijd digitaal, in die zin dat deze beweging omgezet wordt naar een commando. Dus je kan oneindig draaien. Je hebt geen indicatie van waar je juist bent. En links en rechts wordt gewoon, de draaibeweging wordt gewoon doorgegeven naar de camera, die alsnog het echt focussen digitaal zal aansturen. Dus eigenlijk is dit geen echte focusring. Als je digitaal met de meetzoeker op stap wilt, die betaalbaar is, dan is deze Fujifilm X-Pro 1 en X-Pro 2 een goede optie. Mag het analoog, dan kan je nog voor veel minder geld naar de goedkopere Canonets, de Minolta series en de Nikon meetzoekercamera's. Is geld van geen belang? Ja, dan ga je natuurlijk voor een Leica. Of een Voigtlander. Bedankt voor jullie aandacht en tot in de volgende aflevering.